de herdenking van 46 jaar slavidintie, zullen wij dit dus op aangepaste wijze doen zoals eerder gezegd. Ondanks het feit dat er voor die dag, en nu gaat het komen, ondanks het feit dat er voor die dag geen totale uitgangsverbod is, zullen wij geen publiek toelaten die alleen personen die functioneel aanwezig moeten zijn. Dat wantaki uitgangsverbod no de ade dati. Total lockdown is voor die dag als feestdag opgeheven. Maar we zullen alleen publiek toelaten. Zo sma zijn de dappen van nodig voor meka herdenking die stroom boensani kunnen we toelaten. En dan nog onder zeer stringente regels. Want ze moeten zullen kunnen overleggen een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat mensen die daar bij elkaar komen vanwege hun functionaliteit, voor oude rokosa de moest doen, niet besmet teruggaan. Dat geldt ook voor de eenheden die zullen deelnemen aan de parade-defilé en de inspectie. Vanuit hun uitvalsbasis, voordat ze naar de plek komen om de activiteit te starten, zal gecontroleerd worden of zij negatief zijn of als zij een vaccinatiekaart hebben overlegd. En nog aangeven dat er in verband met deze activiteit een veiligheidszone is ingesteld zoals altijd. Alleen de veiligheidszone werd ingesteld met toelating van publiek. In dit geval zal de veiligheidszone ingesteld worden zonder dat het publiek wordt toegelaten. Op 24 november aanstaande wordt de veiligheidszone geactiveerd. Dat wil zeggen, er worden wegen afgesloten. Alle horecaactiviteiten binnen de veiligheidszone zullen moeten worden stopgezet. Dus binnen de veiligheidszone, en dat wil ik met name noemen, Wakapassi en in het verlengde daarvan de Rooseveltkade, zullen wij ervoor moeten zorgen dat om 6 uur op 24 november alles schoon is. En dit gaat dan duren tot na de activiteit, want de veiligheidszone wordt pas op 25 november om 2 uur opgeheven. We weten met z'n allen dat, zoals eerder afgekondigd, er een totale lockdown zou zijn op alle feestdagen. 25 november, voor de duidelijkheid, wordt de lockdown opgeheven. Maar dat betekent niet dat wij tot in de vroege ochtend met z'n allen zullen zijn op de openbare weg. De partiële lockdown, dat u ook inmiddels weet, dat ingaat op 2300 uur, dat is 11 uur 's avonds, tot 5 uur in de ochtend, meer bekend als de avondklok, die zal onverkort gehandhaafd blijven. Ik zeg dit heel expliciet, kijkers en luisteraars, omdat wij reus hebben ontvangen uit die samenleving. Dus de avondklok blijft gehandhaafd. Voor de duidelijkheid, op Slavidintiedag na 2 uur, dan pas mag men komen naar het plein. Heb ik het goed begrepen? We willen het niet stimuleren, maar aangezien er geen total lockdown is, aangezien het uitgangsverbod niet geldt zoals op feestdagen, kun je de mensen niet weerhouden dat te doen. Maar die mensen moeten wel de regels in acht houden zoals samenscholingsverbod enzovoorts.